Petrus, niet voor engeltjes. We hebben Karel Dane bij ons. Misschien wel de matchwinnaar van deze Zulte Waregem-Lierse. 2-0 overwinning en een mooi doelpunt. Zeer mooi doelpunt. Ja, dat noemen ze op de juiste plaats dan. Hè. En dan ja, is het eigenlijk meer een reflex zo. Maar het was inderdaad wel een belangrijk doelpunt, want de match was vrij gesloten tot dan toe. Ja, en in zo'n match is het belangrijk dat je eerst kunt scoren en daarvoor ja, was het eigenlijk een goede zaak. En vanaf dan hadden we de match zeker onder controle en dan ook ja, gelukkig kunnen we de tweede helft snel 2-0 maken. Laten we nog een aantal kansen leggen op de 3-0. Maar ja, het belangrijkste was dat we de 3 punten vandaag thuis gehouden hebben, ook al was het voetbal niet altijd even goed. Maar ja, ik denk dat de staat van het veld er ook wel wat mee te maken had. Het was niet zo gemakkelijk spelen, maar ik zeg het belangrijkste is dat we vandaag gewonnen hebben. Het siert je wel, direct over die prestatie van het team, terwijl je zelf gescoord hebt. We hebben er even moeten op wachten, 23 competitiewedstrijden en een handvol bekerwedstrijden. Normaal maak je wel sneller een doelpuntje in het seizoen, hè? Ja, het is wel lang, 23 match. Toevallig deze week had Jens Naas is er nog over tegen mij. En voor de match ook Seetje zei het mij ook, van wanneer ga ik scoren, het is lang geleden. Kijk, vandaag was het dan zover. Maar ja, met scoren op zich ben ik niet zo bezig en dat is ook niet mijn belangrijkste taak. Toch wel plezant natuurlijk en zeker als het dan met 3 punten gepaard gaat, is het mooi. Ja. Is het dan ook plezant dat je na 23 wedstrijden nog steeds in het elftal van het jaar staat in de krant Het Nieuwsblad? Misschien nog leuker dan dat doelpunt maken dan vandaag? Ja, wel. Ik moet zeggen, dat geeft ook wel voldoening, want uiteindelijk is dat toch een waardering voor de prestaties en voor de regelmaat eigenlijk, van het hele seizoen al. En ik ben er op zich ook niet zo mee bezig, zo, maar het is ook wel iets leuks. En inderdaad, dat geeft misschien nog meer voldoening dan een doelpunt. Een doelpunt is een momentopname. Was zoiets de ploeg van het seizoen. Ja, dat gaat over tot nu toe 23 matchen. Maar het zou wel leuk zijn om daar een heel seizoen in te staan. Ja, dat is wel zo. Het viel mij op, een volwassen spelend Zulte Waregem vandaag. Koude omstandigheden, moeilijk te bespelen ploeg misschien wel, ploeg in degradatienood. Heeft die stage in Marbella jullie deugd gedaan? Ja, sowieso. We hebben daar heel goed gewerkt en fysisch eigenlijk een basis gelegd voor de tweede ronde. Het was jammer dat vorige week de match afgelast was, maar we waren er klaar voor. En de match vandaag was niet onze beste match, maar zoals dat je zegt. De organisatie stond er, we geven niet veel weg. We scoren op het goede moment en dan uiteindelijk, ook al spelen we niet onze beste match, hebben we toch kansen genoeg om meer dan 2-0 te maken of om meer dan 2 matchen te winnen. Dus als je dat zo kunt en de 3 punten kunt thuishouden, dan kun je wel iets en dan sta je wel ver als ploeg. Geeft het vertrouwen naar de volgende wedstrijden toe nu? Ja, eerste wedstrijd van 2013, competitie. Jullie zijn nu wel vertrokken voor die terugronde. Terugronde is het eigenlijk niet, maar voor die resterende wedstrijden. Ja, het was belangrijk vandaag. Ook omdat de concurrentie een moeilijke match had. En we wisten dat we een goede zaak konden doen vandaag. En eigenlijk ook direct om op het elan van voornieuwjaar eigenlijk direct door te gaan, was het heel belangrijk dat we met een 3-punter konden starten. En nu hoop ik dat we weer vertrokken zijn eigenlijk voor vervolg aan 2012 te breien. Op naar play-off 1? Ja, sowieso. Daar gaan we vanuit dat we dat niet meer kunnen missen. Ik zou zeggen op naar play-off 1 met zoveel mogelijk punten.